Bij mij in New York afgelopen dinsdag in het parlement weten. Het is geen verkiezingscampagne, voorzitter. Maar wat heeft die dam ons opgeleverd hier, voorzitter, bij de beëindiging van de Brokkenponde overeenkomst? Een schuld van 125 miljard genomen bij Oppenheimer, voorzitter, tegen een rente van 12,5%. Wat stond in die Brokkenponde overeenkomst, voorzitter? In de Brokkenponde overeenkomst stond dat de dam in een goede conditie terug zou worden gegeven aan Suriname, voorzitter, wanneer de geïntegreerde bauxietindustrie ophoudt te bestaan in Suriname. En tijdens de behandeling van de Brokkenponde overeenkomst ter beëindiging, voorzitter, bestond die bauxietindustrie niet. En ondanks dat dat in de Brokkenponde overeenkomst vermeld was, voorzitter, heeft de toenmalige coalitie, voorzitter, ook de leiding van het parlement, waar de heer Bouva medeleiding aan gaf, voorzitter, ervoor gezorgd dat dit land is benadeeld geworden voor 125 miljoen, voorzitter. 1, 2, de rente over de periode, voorzitter. En 3, een dam welke in de conditie verkeerde, voorzitter, zoals het was, voorzitter. Volgens NDP-parlementariër Melvin Bouva klopt deze informatie niet. Waar het bij mij op neerkomt, voorzitter, het Letjoggi in zijn afgeleiding noemt hij mijn naam als te zijn. Eén die daar medeleiding heeft gegeven aan het parlement. En de zaak. Want dat is niet verkeerd. Nee, de staat voor 125 miljoen zou hebben benadeeld. Bij het aangaan van of het afsluiten van de Brokkenponde overeenkomst, voorzitter. En daar wil ik rustig ook zakelijk op reageren. Eén, voorzitter, het ligt niet in mij. Voorzitter, als het Letjoggi even rustig kan luisteren, dan kan hij ook leren. Eén, voorzitter, het ligt niet in mij. Cultuur, om niemand te benadelen, en zeker niet de staat. Ik doe wat goed, goed is voor het land. Dank u wel. Nee, mag ik even uitleggen. U heeft dus niemand. Nee, voorzitter, mag ik even uitleggen. Lid Bouva. 125 miljoen, voorzitter. Lid Bouva, u geeft aan dat u niemand heeft benadeeld. Ja, punt. We gaan verder. Nee. Lid Bouva, u heeft omschreven en u zegt u heeft niemand benadeeld. Daarmee is uw persoonlijkheid af. Ik sluit deze ronde van de Nationale Assemblée af. Dan liet vicevoorzitter van het parlement Deo Charman weten dat NDP-parlementariër Melvin Bouva ongepaste termen heeft gebruikt en dat hij geen toegang meer had om de vergadering bij te wonen. Ik zou nu de regering moeten aankondigen om aan het woord te komen in de eerste ronde. Maar ik wil, voor ik dat doe, toch wel aangeven dat het nodig was geweest om te schorsen omdat de vergadering rumoerig werd na het persoonlijk feit van lid Bouva, die overigens in de vergadering, al was de microfoon uit, termen heeft gebruikt die niet passen binnen het parlementair werk. En als hij nu in de zaal was, had ik hem uit de zaal gezet met de politie. We zijn dan op het moment aangekomen aan te geven aan de vergadering dat de verdere toegang tot deze vergadering aan lid Bouva wordt ontzegd. Daarna maakt de fractieleider van de NDP, Rabin Parmeser, een punt van orde. Voorzitter. Odido heeft verrassend betaalbaar glasvezel. Want soms is je internetverbinding belangrijker dan je dacht. Het kan ook zo. Ten eerste, vind ik jammer dat u zo'n vergaande besluit op deze manier neemt. Wanneer u zo'n besluit neemt, dan schrijft het orde-reglement de procedure aan. Die procedure hebt u niet gevolgd, ten eerste. Ten tweede vraag ik u om, we hebben video's, opnames, dat u met bewijzen komt wat precies gebeurd is, op basis waarvan. En waarbij u de procedure conform onze reglement van orde niet gevolgd hebt. Goed. Ik moet met klem hier tegen protesteren. En wij als fractie gaan niet akkoord met dit besluit, voorzitter. Goed. Dank u wel. Lid Parmeester, ik vol hard in mijn besluit dat lid Bouva woorden heeft gebruikt die hier niet passen en dat hem de toegang tot de vergadering verder wordt ontzegd. Politie, mag ik u vragen om lid Bouva uit de zaal te zetten en om de politie in de gelegenheid te stellen, schors ik de vergadering. Na de schorsing ging de NDP-fractie in beraad. Gelet op de
zaken die zij hebben voorgedaan. We hebben met elkaar over en weer van gedachten gewisseld. En het standpunt van de fractie is u meegegeven dat we met de gang van zaken niet eens zijn. En de fractie gaat in beraad nu. Rabin Parmes, een fractieleden van de NDP, zei daarna dat de vicevoorzitter niet conform de regels in het ordereglement heeft gewerkt. Voorzitter, de heer Bouva is naar het toilet, hij komt zo terug. Ten eerste. Ten tweede, u vaardigt een maatregel tegen een lid af buiten het ordereglement. U dient zich te houden aan artikel 42 en 43. En ter ondersteuning van uw gedachten, uw memorie, zal ik artikel 42 citeren voor u. Nee, lid. Wanneer een lid zich beledigende uitdrukkingen veroorlooft, de orde verstoort of hij, zij slechts door het betuigen van instemming aanspoort tot onwettige handelingen, wordt hij door de voorzitter vermaand, en let u op, vermaand in het geval van beledigende uitdrukkingen in de gelegenheid gesteld de woorden die tot de waarschuwing aanleiding hebben gegeven terug te nemen. Dank u wel. Maakt hij van de gelegenheid gebruik, dan worden die woorden in het verslag van de beraadslaging der vergadering niet opgenomen. Wanneer een spreker van de gelegenheid in het vorige artikel bedoeld niet gebruik maakt, dan wel voortgaat in het onderwerp af te wijken, zich beledigende uitdrukkingen te veroorloven, de orde te verstoren of zij slechts door het brengen van instemming aan te sporen tot onwettige handelingen, kan de voorzitter het woord ontnemen. Het woord ontnemen en u moet hem eerst vermanen en tot de orde roepen, artikel 42. Dank u wel, lid Parmisser. U hebt zich niet gehouden. U hebt zich niet gehouden. Dank u wel. Van het reglement uw van orde. Punt van orde is duidelijk, lid Parmisser. Ja, lid Parmisser. Alles wat u daar heeft geciteerd heeft te maken, lid Parmisser, de artikelen die u citeert heeft te maken als iemand het woord door de microfoon voert. Ook als u in de vergadering bent, in de zaal bent, dan heeft de leiding de bevoegdheid om af te treden. Volgens VHP-parlementariër Mahinder Yogi heeft de vicevoorzitter van het parlement correct gehandeld. U hebt terecht gereageerd op datgene wat de heer Parmisser hier aan de orde heeft gesteld, ten aanzien van de twee artikelen die hij heeft geciteerd. Maar wat zich heeft voorgedaan, voorzitter, is een heel andere zaak. En de stoel heeft de bevoegdheid, voorzitter, om te handelen. En het is niet de eerste keer, voorzitter. Voorzitter, mag ik... Leden, bent u bereid te luisteren of niet? Lid Edwards, lid Sadi. Nee. Nee. Leden. Maar leden, wilt u ook luisteren naar Yogi dan? Lid Edwards. Lid Edwards. Lid Vreedzaam. U praat over vrouwelijk leiderschap, maar u geeft niet het goede voorbeeld. Goed. Kunnen we lid Yogi de ruimte bieden om zijn punt te maken? Ja. Lid Yogi. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, en ik zei van het is niet de eerste keer dat dit voorgekomen is, voorzitter. Ik heb mij ook bezondigd. Ik heb mij ook bezondigd. En op mij is een beroep gedaan, voorzitter, door de leiding van het parlement om op een bepaalde manier te handelen. En ik heb dat gevolgd. En ook aan de overzijde, voorzitter, is dat gebeurd. En vandaag is dat weer gebeurd. En het is niets nieuws, voorzitter, wanneer de leiding de stoel vraagt, voorzitter, naar een bepaalde optreden van een lid, voorzitter, hij of zij, die zich aan zo'n situatie heeft bezondigd. Dus de argumenten zoals hier worden aangedragen door uw lid Parmisser, door te citeren en te verwijzen naar artikelen
van het reglement van orde, voorzitter, raakt het kant nog wel. Ik denk dat datgene wat u hebt ingezet als orde voor die vergadering, en dat is namelijk dat u hebt verzocht dat het lid BOVA de vergadering verlaat, voorzitter, juist en correct is. En ik verzoek u, voorzitter, om dat voor te zetten. Volgens NDP-parlementariër Stefan Sang heeft de vicevoorzitter van het parlement niet correct gehandeld. De orde is verstoord, voorzitter. En wij kunnen niet meegaan met dit, omdat dit willekeur betekent. Het betekent dat op elk ogenblik een voorzitter die daar zit tegen een lid hier kan zeggen dat hij hem heeft beledigd in de koffiekamer, bij wijze van spreken. En dan zet hij hem uit de zaal. Dat kan niet. Geet, dank u wel. Het is buiten de vergadering gezegd. Het is buiten de microfoon gezegd. Dank u wel. Voorzitter, dit kunnen we niet accepteren. Ansadi, DNA-lid van de NDP, liet weten dat de vicevoorzitter niet correct heeft gehandeld. U hebt orde reglement laten zien dat het niet erin staat. Maar voorzitter, wat ik vandaag meemaak, het staat hier in de orde van reglement hoe iemand uit de zaal gezet wordt. Maar niks daaraan is gehouden, maar het is toch gebeurd, voorzitter. Voorzitter, laat het volk weten dat de hamer onwillekeur heeft toegepast hier in de zaal. Dank u. Marinus B., voorzitter van het parlement, zei daarna het volgende. Het verschil tussen u en ik, wij treden collectief hier op. Ja? En het is wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Dat alleen wil ik aan u als parlement medegeven. Wij allen zijn in staat om dit instituut te verheffen. Maar we zijn ook in staat om het neer te halen. Dus mijn beroep aan u allen is u zich dusdanig op te stellen dat we dit instituut kunnen verheffen. Fractieleider van de NDP, Ramin Parmeser, zei ook aan de voorzitter van het parlement, Marinus B., dat de vicevoorzitter van het parlement, Deo Charman, niet conform de regels in het oude reglement heeft gewerkt. Daarom, voorzitter, het verlengde van u wat u zegt, is er een oude reglement. En dan moet iedereen zich houden aan het oude reglement. En dan pas verheffen we het, ons instituut. En vooral de leiding, de primus inter pares, dient zich daaraan te houden. En we kunnen niet toestaan, voorzitter, dat er willekeur vanuit de stoel wordt toegepast. Vandaar dat we daartegen principieel protesteren. Principieel, om juist te laten merken dat wij conform ons orde reglement moeten handelen, voorzitter. En dat moeten we naleven. En dat is vandaag niet gebeurd. U was niet op de stoel, maar dat is een schande tijdens deze zitting van het parlement, wat vandaag, heden, is gebeurd, de mate van willekeur wat toegepast is, voorzitter. Foei toch! DNA-lid van de VHP, Mahinder Yogi, zei daarna het volgende. Er is geen enkele dieptepunt, voorzitter. In mijn spreekbeurt zal ik praten over dieptepunten, voorzitter. Voorzitter, maar laat mij u aangeven, artikel 45 van het reglement van orde voor het parlement. Voor de beslissingen in gevolge de artikelen 42 tot en met 44 is beroep op de Nationale Assemblée niet toegestaan. Nederlands, duidelijk. Hier is verwezen naar artikelen 42, 43. En men leest selectief, zoals men altijd selectief heeft gedaan en gehandeld. En probeert men hier de zaak te misleiden, voorzitter. En daarom dacht ik dat het goed is om artikel 45 in extenso voor te lezen, zodat de samenleving weet, voorzitter, wie waar staat en wie wat doet, voorzitter, en wie misleidt, voorzitter. Want die misleiding zal doorgaan. En na een jaar hebben we verkiezingen in dit land, voorzitter. En mensen zullen en proberen te misleiden, voorzitter, om weer een bepaalde positie in politiek Suriname in te nemen. Wij roepen het volk om alert te zijn tegen misleiders.